Hallo lieve mensen, welkom bij dit nieuwe spel. Kreeg ik van de mensen op Teamspeak aangeboden. En het is een koekjesklikspel. Je zegt altijd van ja, koekjes klikken, nou daar gaan we jongens. We klikken op koekjes. En we zien dat er rechts iets vrijkomt, namens een cursor. En dat kunnen we kopen. Autoklikken once every 15 seconden. Oké, dus elke 10 seconden zal er een extra keer op geklikt worden. Zodat wij een extra koekje krijgen. En we gaan nu voor... Ik denk dat we voor de grandma gaan. De oma staat hier zo rechts in beeld. En zij hebben de oma nu. Kijk. A nice grandma to bake more cookies. Oh. Oké, nu hebben we een oma. En die is dus koekjes aan het maken. Oh, er komt wel bij inderdaad. Heel slow. Nou ja, we gaan eens even verder. Want ik vind dat we eigenlijk veel meer moeten hebben. En we kunnen een cursor erbij nemen. Nou, we nemen nog een cursor. Huppakee. Dan gaat het nog wat sneller, hè? En ik heb mijn achievement dubbelklik. Oké, oh, dan moet ik echt... Oké, ik ga fucking snel klikken, let op. Oh, je ziet ook twee handjes. Ze klikken ook expres op dat... Oké, nice. Dan koop ik nog een cursor erbij. Nog één. Huppakee. Kijk eens hoeveel handjes ze om dat koekjes hebben. Oké, dit is best apart. Maar dit is echt een klikspelletje. Dus ja, wil je dit spel spelen? Dan zie je een linkje in de beschrijving. Altijd leuk om zo'n spelletje te spelen natuurlijk. Even kijken, wat gaan we nemen? Zullen we een grandma nemen of zullen we gaan voor de farm? Ik denk dat we sowieso voor die cursus moeten gaan, zodat we wat sneller de koekjes kunnen nemen. Want nu, kijk, nu wordt er wat sneller geklikt. En des te sneller, hoe meer cursussen wij klikken, hoe sneller we komen aan dat aantal van 500. Dus ik denk dat je sowieso moet beginnen met de cursor. Ik kan er nog één kopen, zal ik er nog één kopen? Het gaat steeds beter zo, kijk. Ik denk dat het steeds sneller gaat ook. Kijk, want nu heb ik alweer... Ik kan nu achter elkaar die cursors kopen, zie je het? Ik vind het jammer dat er geen muziek bij zit. En ik weet ook, ik zou mijn god niet weten wat je nou met die cookies kan doen. Want wat voor nut heeft het? Je weet niet waarom je ze wil. En ik bedoel, je wordt er moddervet van. Want je ziet allemaal van die chocolade dingetjes erin. Dat is helemaal niet goed voor je lichaam trouwens. Oké, gaan we nog voor de cursor? Ja, we kunnen ook voor de grandma gaan. Nou, we gaan voor de cursor. Ik vind dat we dat... Die zijn best wel belangrijk. Het gaat best wel snel met die cursor. Nog niet super snel, maar je merkt wel dat die coins, ik zeg coins, maar zijn cookies, dat die nu veel sneller gaan. Klik. Oké, we kopen nog een cursor erbij. En ik koop er nog één bij. Huppakee. Oeh. En dan gewoon een autoklik. Dus dan kan ik gewoon de hele nacht mijn computer aan laten staan. En dan klikt hij gewoon automatisch de cookies erbij. Nou, ideaal toch? Maar ik wil nou voor de farm gaan, denk ik. Want je ziet ook Time Machine, die heeft 123 miljoen koekjes nodig. Hoe de fuck kom je aan 123 miljoen koekjes? Dat is echt bizar. Nou, even kijken hoor. Gaan we voor de farm? Oké, we gaan voor de farm. Dan moeten we even rage klikken. Dat is echt niet goed voor mijn muis, jongens. Kan ik ook met rest klikken? Nee, met rest kan ik niet klikken. Dan gaat het mis. Oké, we gaan voor de farm, jongens. Ik weet niet wat die farm inhoudt. Want die oma die maakt ook koekjes, maar ik heb niet het gevoel dat zij... heel erg zelfstandig en efficiënt bezig is. Ze zit alleen maar met een deegroller in de hand. Dus nee, daar heb ik denk ik niet zoveel aan. We hebben al So Baked Right Now. We hebben wel een achievement. Kijk, daar doen we het voor, hè, voor de achievements. In deze versie 1.0.35. Of nee, versie 1.0.35. Dat moet ik zeggen, ja. En we hebben de farm in 3, 2, 1. Yes, kijk eens. En de farm grown cookies plants for cookie seeds. Oké. 3 cookies harvest. Oké. Dus als je een farm erbij neemt, dan gaat het dus veel sneller. Nice. Oké, zullen wij voor de cursor gaan? Of voor de grandma? Dit is moeilijk, want de grandma is goedkoper. Maar de cursor hebben we ook wel wat aan. Wat zou jullie doen? Ik denk, ja, die cursor gaat het wel verdomd snel. Moet je kijken. Ik hoef niks te doen en het telt erbij. Ik neem een cursor stiekem, ja? En ik denk dat ik nog een cursor neem. Of zal ik een grandma? Ik neem een grandma. Oma, 2 oma's. Nou ja, goed. Ik weet niet wat die oma doet. Want als ik stilsta, moet je kijken. Nou, het gaat er best wel snel bij. En daarom zou ik voor een cursor gaan. 16 cursors. Nu hebben we er dus 17. 17 klikkers. Nou, het gaat niet echt super snel. Ja, het gaat wel sneller dan eerst in ieder geval. Eerst moeten we echt alles handmatig doen. En nu wordt het eigenlijk automatisch voor ons gedaan. Maar waar gaan we nu voor? Gaan we dan voor nog zo'n cursor? Of zullen we dan gelijk voor een field gaan? Voor een farm? Ik ga voor een cursor. Oh, klik. Oh, hoe lang moet dit duren? Oh, kunnen we bijna de... Oh, sneller klikken. We kunnen bijna die
stomme time machine kopen voor de 14e keer. Oh, daar gaan we weer hoor. Klik, daar gaan we weer. Klik, 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 klik. Wat een leuk spel, jongens. Oh, echt zo verslavend dit. Jeetje, joh. Moet je kijken, wat kan ik allemaal kopen? Huppakee, kan ik allemaal kopen, jongens. Kijk, de geld gaat er gewoon niet onderuit, zie je het? Ja, oké, okay, het gaat wel heel snel down natuurlijk op dat. Maar het komt er ook weer heel veel bij. Kijk, hoeveel cookies. Oh, kijk hoeveel ik heb nu, jongens. Wat verslavend. Heel die store kan helemaal leegkopen. Huppakee, we kopen het allemaal.